allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Life with Berenhoek. Vandaag wil ik jullie laten zien dat er een bepaalde website bestaat waarmee je dus eigenlijk van tevoren kan voorspellen hoe groot en hoe sterk jouw Pokémon ongeveer gaat worden. Ik heb namelijk weer een Eevee en ik wil kijken of die Eevee toevallig nog sterker kan worden dan de geëvolueerde Eevees die ik al heb. Zoals jullie kunnen zien heb ik Vaporeon, ik heb Pyro, Volteon, Pyro is natuurlijk Flareon. Maar ja, goed, die zijn wel wat hoger, maar ook meer dan ik ze candy gegeven heb. En nu meen ik mij te herinneren dat mijn Eevees die ik eerder gebruikt heb voor hun lager waren dan de hoogste Eevee die ik nu heb. Dus ik heb hier een Eevee van 621. Maar hoe kom ik er 100% zeker weten achter? Nou, 100% kan ik het nooit weten, maar ik heb wel een leuke website gevonden, pogotoolkit.com. En daar kan je in principe op calculeren hoe sterk jouw Pokémon gaat worden. Dus wat ik ga doen, ik ga even naar die website toe. Even van scratch beginnen. En dan kan ik hier een Pokémon selecteren. Nou, in dit geval kies ik een Eevee. En ik heb het even gedubbelcheckt met een Meowth die ik laatst geëvalueerd heb. En ik kwam redelijk in de buurt. ABCDEFG, Eevee. Kijk eens aan. Nou, die Eevee die ik had, die was 612, meen ik mij te herinneren. 621, kijk eens aan. 621. En hij geeft me zelfs van alle drie de versies, dus zowel Jolteon, Flareon als Vaporeon, tussen welke CP hij gaat komen als ik hem doe evolueren. Zoals jullie zien staat de truc hoe je de specifieke Flareon, Volteon of Jolteon gaat krijgen er eigenlijk ook al bij vermeld. Voor de mensen die het nog niet wisten, wil je een Flareon, dan noem je je Eevee Pyro. Je sluit vervolgens de app af, start een nieuwe op, doet hem dan evolueren. Dat laatste of dat ook echt moet, weet ik niet. Maar ach ja, beter het zeker of onzeker noemen. En hetzelfde doe je met die andere. Dus wil je een Jolteon, pak je Sparky. Wil je een Vaporeon, pak je Rayner. Hey, take it easy. You don't have to yell. Evolution is what Pokémon are all about. Nou, in dit geval wil ik dan weer een Rayner. Ik heb gemerkt dat Rayner vrij sterk is. Of een Vaporeon. Ik heb gemerkt dat die vrij sterk is. Maar wat ik ga doen, ik ga eerst nog een paar candy geven aan deze Eevee. Want hij is nu 621. Ik ga eens kijken wat er gebeurt. Dus ik heb nog 29 candy. Dus laten we hem even een power-up geven. Nou, wordt hij 636. En volgens mij kan ik er nog eentje tegenop gooien. Ah, stommerik. Nu kom ik één candy tekort. Oh, dan kom ik één candy tekort om dit te kunnen doen. Oh, maar ik heb wel nog een Eevee hier. Weet je wat ik dan doe? Oh, wat dom. Die weg, huppakee. Oh, wat dom. Ik had niet gezien dat hij meer dan één candy gebruikt. Oh, wat dom. Dan moet ik één Eevee vangen om dit te kunnen doen. Ik wil die Vaporeon natuurlijk niet kwijt. Nou ja, dan moet ik wachten tot ik nog een nieuwe Eevee heb. Ah, dom. Maar goed, we kunnen in ieder geval wel kijken hoe groot hij gaat worden. Dus 650 is hij nu. Dan vul ik hier 650 in. Dan gaan we eens kijken. 650. Dan ligt hij tussen de 1709 en de 1744 CP in. Nou, dat is bijna 400 of 500 meer dan wat ik nu heb voor mijn Vaporeon. Kijken of dat ook klopt. Hup, boven. Ja, daar heb ik maar 13, 14. Dus zodra ik een Eevee heb, kom ik bij jullie terug en dan gaan we dit weer proberen. En dan kom ik er ook nog eens achter dat ik mijn scherm niet heb opgenomen terwijl ik met jullie in praten ben. Maakt verder niet uit, ik heb het alsnog opgenomen, maar het kan zijn dat hier en daar een beetje niet helemaal synchroon is. We gaan in ieder geval op zoek naar een Eevee. Nou, te lui om te lopen, gaan we met de fiets op zoek naar die ene Eevee. Hopelijk vinden we hem. Nee, wel een Sparrow, heb ik gedaan. Heb ik al te veel van. We zijn inmiddels drie kwartier verder en nog steeds geen Eevee gevangen. Ik hak de pen erin voor vandaag, we gaan morgen wel verder. Nou, in ieder geval nog één positief ding. Een 5 kilometer ijs uitgekomen. Het zou nou geweldig zijn als hier nou een Eevee uitkwam. Een Poliwag. Dat was goed. Dat houdt je af. Ach ja, ook leuk. Helaas. Op tijd dat daar op het scherm komt, eindelijk de Eevee die ik nodig heb. Nu nog vangen. En dat zeker van onzeker nemen. Oh nee, hij gaat nog, mijn ultrabal gaat hij gewoon weg. Hè. Maak me gek, ik moet die hebben. Heb ik hem al een belly gegeven? Ja, ik heb hem. Mooi, kan ik eindelijk mijn missie voltooien.
Ja, en dan kom ik er natuurlijk achter dat ik vergeet om het scherm op te nemen. Dus ik kan jullie helaas niet laten zien dat ik Margarine heb genoemd en dat hij dus, hoe zeg je dat, daardoor deze evolutie heeft. Maar je moet maar even mijn woord geloven, wat slecht in deze video dat ik zoveel fouten maak. Maakt niet uit, het maakt wel weer een beetje. Nou, bedankt voor het kijken in ieder geval. We hebben een Arena van 1754. De site zei dat wij gingen krijgen tussen 1709 en 1774. Dat is in ieder geval gelukt. Ik zou zeggen, zet hem in je favoriete PogoToolkit.com. En voor nu zeg ik tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Pokémon Go met Life at Berenlo.